Op woensdag 22 december werd in het kerstdorp Noordwijk het jaarlijkse NK sneeuwpoppenbouwen georganiseerd. Iedereen had zo zijn eigen tactiek om deze wedstrijd te winnen. Nou, wij hebben eerst een hoop gemaakt en dan een hoofd. En ja, waarschijnlijk doen wel meer mensen dat, maar dat vinden wij het makkelijkst. En denken jullie dat je gaat winnen? Nou, ik denk van wel. Misschien worden wij het tweede. Gewoon, moet je eerst een klein sneeuwbal hebben en dan ga je allemaal op elkaar doen. En dan moet je hem neerleggen en dan ga je dat steeds verder doen. Niemand heeft zo een tweeling, denk ik, gemaakt. Dus ik denk dat wij gewoon gaan winnen. We hadden allemaal spulletjes meegenomen en dit is het resultaat. Kijk, we hadden allemaal spullen en toen waren Fleur en ik waren paspoppen en toen gingen we kijken wat staat het leukste bij elkaar. Nou ja, het is eigenlijk lekker zomer, terwijl het winter is en het is ook wel heel grappig. Maar dat is die achter jou ook? Ja, maar deze maakt hem nog bijzonder gewoon. Waar heeft u naar gekeken bij de keuze voor de beste sneeuwpop? Originaliteit. En ik moet heel eerlijk zeggen, de kerstman zelf, het is een schilder geworden zoals u al in beeld heeft gebracht. De kerstman houdt zelf ook heel veel van schilderen. Als het niet zo druk is in de zomermaanden, dan zit ik in mijn residentie in Nova Riemi en zit ik vaak heel mooie buitenlandschappen te schilderen. Van harte gefeliciteerd, jullie hebben gewonnen. Hoe trots zijn jullie met jullie prijs? Heel erg blij. Hoe blij? Heel erg. En jij? Ook heel blij. En waarom vinden jullie het heel erg leuk? Nou, dan ben je gewoon heel erg goed. Dat is leuk.